Nou, een peeling bestaat eigenlijk, is een algemene term voor verschillende peeling. Je hebt fruitzuurpeelings, je hebt TCA-peelings, Jesner-peelings, Fenol-peelings. Oh, ja, je hebt er heel veel peelings. Dus het is eigenlijk een verzamelterm voor verschillende soorten peelings. Nou, zoals ik al zei, er zijn heel veel soorten peelings met allemaal hun voor- en nadelen. Maar als je het in vergelijking doet met bijvoorbeeld een laserbehandeling, is dat je met de peeling je soms toch het wat beter kan fluctueren. Dus wat beter kan instellen. Doordat je op de frosting, je kunt het wat meer beter modificeren. Bijvoorbeeld bij een laserbehandeling zit het altijd op een bepaalde diepte. En dat is altijd mechanisch. Maar soms is die huid ook gewoon wat lichter en wat dikker. En daardoor kan je daar iets meer mee spelen als behandelaar. Nou, nadeel daarvan is dat het echt afhankelijk is van hoe de persoon de peeling doet. Dus in die zin is de expertise van de arts, ik dus, is heel belangrijk. En dus bijvoorbeeld bij een laserbehandeling is dat wat minder, minder belangrijk. Peeling kan je met name voor gebruiken voor eigenlijk verbetering van de huid. En vooral de oppervlakkige hele fijne lijntjes. Die bijvoorbeeld net te fijn zijn voor bijvoorbeeld een hyaluronzuur. Je kunt het gebruiken voor hyperpigmentatie. Je kunt het gebruiken voor verminderde poriën. Verminderde poriën kan soms een wat iets wisselende resultaat geven.